Het peer kreeg met de fiets een rondleiding over het terrein. Daarna gaat het peer naar het Siersbarkerij de Delen op het tienje. Ja, bijzonder. Een hele eer om het koninklijk peer te mij ontvangen op onze pleats. Dat is fantastisch. Wat hij hem ze vertellen kan? Nou, we hebben ze roenleider kent en vertellen kent wat we doen, wat we oorspronkelijk meestal niet altijd vertellen op een roenleiding. Alleen nu in heel kwartskof kwartier, want ja, de tijd is natuurlijk beperkt. Maar ik dat we de meesten zien litten, dat we filmpjes hebben, dat onze pleats hier voor het publiek. En dat wij een modern agrarisch bedrijf zien litten aan de samenleving, dat vinden wij belangrijk. Het moment dat die auto het hier opriet, dat is het spannendste. Want je denkt van, zullen ze er wel komen, zullen ze net komen? Natuurlijk, ze komen wel, maar toch die spanning en dat ze dan uitstappen. En als je dan niet begint te rennen en begint te vertellen, dan is het klaar. Ja. We voelen ons zeer vereerd dat ze hier komen. Dat hier we nooit nog dromen maken. Wie het een grote taart hier om dit al je van te krijgen? Ja, gedeeltelijk wel. Alles moest natuurlijk wel een beetje via de richtlijn. En we gaan, nou ja, we wel in wat om binnen west. Alles is zoekers geen, hè? Ja, zeker weten. Ja. Hoe lang ben je dan met de waande geweest? Ja, een paar dagen. We hadden met alle mankracht u eronder zetten. Hoe spannend is het voor Jim als werknemers dat ze hier binnen? Best wel spannend. Ja, dat overal nooit zo dreigt binnen. Leerlingen van OSG Singeland in Drachten wachten het peer boeten de squal op. Onder leiding van gastdocent Arno Brok kregen Willem-Alexander en Maxima Frieske les. Nou, ik hoop je dat we ze een paar witjes meijoen hebben, dus een paar Frieske woorden. En ik, nou ja, om zin te litten dat het Friesk ijs heel bot op oren taal liekt en dat het eigenlijk net zo heel dreig is. Ze herkennen heel wat woorden loon, hè? Ja, dat is heel leuk. Ja, ze dien heel leuk mij. Is dit wel fan? Nou, een beetje wel. Ja, best wel, maar we willen een koning en een koningin, hè? Ja, zeker. Ja. Mm-hmm. En nou, zenuwachtig? Ja, gewoon iets. Ik vind het wel spannend. De week komt denken van het Friesk erfgoed. Het is een hele grote weer. Hè. We hebben steeds 24 jaar hier. En natuurlijk een kroon op ons werk. Dat de koning en de koningin joert hier binnen. En ik oorlog besteed aan het scootersstil. Is het een beetje een pleister op bewonen in het seizoen wat eigenlijk verlenen is? Ja, dat zie ik. Het is een kroon op werk, maar ja, het docht wel. Het is hartstikke mooi. Het is zonde dat we het zielen kennen. Dat bloed de boventoon voeren. En, maar het verzacht wel enigszins de pine.